Goedendag iedereen, van harte welkom op mijn YouTube kanaal en welkom bij een gloednieuwe aflevering van Assassin's Creed Odyssey, waar ik start, omdat ik een keertje in de middag opneem, gebeurt niet vaak, meestal neem ik in de avond op. Ik start deze aflevering vanuit het hoofdscherm, het hoofdmenu met een geweldige Ellie-achtergrond, The Last of Us Part 2. Het is bijna zover de dag dat ik dit opneem, de 17e is het nu. Klopt, ja, nee, het is de 16e zelfs. En de game komt dus bijna uit. Vandaag is wel een dag dat ik de key kan gaan ontvangen van PlayStation Nederland. Ik heb contact over de mail. En ik kan het vandaag of morgen gaan ontvangen. Dus de hype is enorm aanwezig. Ik laat meteen eventjes de trophylijst zien. Omdat ik al op 98% zit en ik nog maar één trophy moet. Ten opzichte van de vorige aflevering klopt dat niet. Want we hebben daar eilandhopper gehaald, right? Ik zal het even zetten op datum verdiend. We hebben eilandhopper gehaald in de vorige aflevering. Maar nou heb ik per ongeluk... Nou ja, per ongeluk. Ik kreeg opeens deze trophy ook. Onthul alle subregio's. Dus hij was, ik denk, een beetje geglitched of gebugged bij mij. Opeens had ik alle regio's wel ontdekt. En dat gewoon na een aantal uur spelen kwam hij vanzelf opgepopt. En we hebben deze ook gehaald. Je hebt er niets aan gemist verder. Huurling in opleiding. Gewoon die saaie huurcontracten. Premies op... Hier, premie op Spartaanse soldaten. Dat hoef je niet voor de 100.000ste keer te zien. Dus dit hebben we allebei net buiten de aflevering gehaald. Je ziet ook de tijdstippen waarop ik het haalde. 2:30 s'nachts en 2:45 s'nachts. En dit was dan in de aflevering om 1:00 s'nachts. Wat we dus gaan doen... Ja, ja. Om deze aflevering te starten is de Platinum Trophy halen. We gaan de game afronden. 100%. We gaan gewoon Platinum halen. En dat in deze episode en dat dan dus aan het begin. We gaan namelijk op Kefalonia het oog van de cycloop terughalen uit een geit. Dat is het hele idee. Zo start ik mijn aflevering 133. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. En met dit mooie muziekje en deze prachtige achtergrond, ik heb er zoveel zin in. Man, gaan we verder. Dus hier staan we op Kefalonia. En helaas, omdat ik ooit een keer in deze game... Het is een tijd terug, het is echt een lange tijd terug. Maar ik heb toen een gezin per ongeluk gespaard. Het was een gezin dat ziek was. Ze hadden een virus bij zich, een soort plaag. En ik heb dat gezin geloofd en ik heb het gezin gered. Maar het gezin was besmet. Dus ik had het gezin eigenlijk moeten afmaken. En dat gezin heeft dus de hele teringzooi besmet. En nou is Kefalonia in mijn game altijd besmet met een soort vieze, bruine, gore plaag. Dus ik ben er helemaal niet blij mee. Maar ja, niets aan te doen. Het is nou eenmaal zo. Kefalonia is dus vies en ziek. En dood in mijn game. Zie, iedereen loopt een beetje sipjes. Het regent altijd. En er liggen overal lijkenstapels. We gaan dus maar gewoon snel op zoek naar die geit. En weg uit dit stadje. Maar het is zonde dat daar waar de game begon. Dat nu zo'n droevige uitstraling heeft. Wat wel mooi is. Is dat we de cyclus rondmaken. De Platinum Trophy zelf heet letterlijk Epische Cyclus. Maar goed, we starten de game dus in Kefalonia. En we ronden de game af in Kefalonia. Daar halen we de Platinum Trophy. Dus dat is best cool. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. De support showen, een like droppen. Welkom bij deze aflevering. Abonneren is geheel gratis. Dan blijf je op de hoogte van mijn nieuwste video's. En zou je me extra willen supporten? Nou, dat zou helemaal top zijn. Dat kan met een lidmaatschap. Meer info vind je in de videobeschrijving. Hier, Kefalonia hoort normaal heel leuk te zijn. Met beekjes, zonnetje, alles. Maar het is nu gewoon ziek. En niet oké. Wat we moeten doen is dit soort geiten gewoon afschieten en ze daarna looten. Oh, die wordt al gedaan door Ikaros, zie je? Hoe apart zou het zijn als het gewoon bij de eerste poging al zou lukken? Hey, ik heb bewust daar een markering op neergezet. Dit is, als het goed is... Dit is binnen de kust hier, maar dit is volgens mij, dat wordt aangeraden in ieder geval, de goede plek. Het is de berg van de herder. Nou ja, een schaapsherder, hè? Die heeft schapies. Het gaat om een geit. Je ziet al, dit is gewoon een gebied waar ze veel spannen.
Dus dit moeten we gewoon eventjes blijven doen aan het begin van deze aflevering. Wat geiten afschieten. Sorry geiten dat ik jullie allemaal moet afmaken. 102 leer. Je verzamelt er natuurlijk best wat leer mee. Is die herder dood of zo? What is this for area? Swift and sure. Thank you, my friend. Thank you, my friend. Ja, het is inderdaad, er zijn hier echt veel. Holy shit. Maar hoe ga je degene terugvinden natuurlijk? Oh, nou, die dus. Op de een of andere manier, ik keek naar hem en ik dacht al... Huh? Dit zou hem wel eens kunnen zijn of zo. Dat was een soort gevoel en het was hem ook. Ik keek naar het gewei van hem. Epische cyclus. We hebben gewoon de platinum gehaald, joh. Hoppa, ketjong. Nee, echt heel vreemd. Op de een of andere manier, ik keek naar dat geitje en ik dacht, dit zou hem wel eens kunnen zijn, want hij kwam heel volgroeid en groot over. Nou ja, we hebben natuurlijk zo lang gespeeld. Die geit moet inmiddels 103 zijn. We hebben het gewoon gehaald, jongens. Platina trophy, afgerond, alles. Dus dat betekent dat we nu op 103 platinum trophy zitten. En afgerond. 100%. En zoals je ziet, alles verder 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%. Dus, we gaan verder met de extra prestaties. En de voorstelling gaat door is een van de eerste trophies van het lijstje. Het is content die stapsgewijs is uitgebracht tijdens de levensduur van Assassin's Creed Odyssey. Dus het werd iets van maandelijks werd het geüpgrade ofzo, of geüpdate voor season pass holders. En elke keer werd er een nieuwe missie aan toegevoegd. En uiteindelijk is dat nu dit lijstje. En we gaan nog al deze missies doen, zodat we 100%, 100%, 100% alles van Odyssey hebben. Met een korte blik op de kaart speelt deze missie zich af in Elis. Dat is een beetje ten zuiden van Cavalonia. En we hebben hier een missie openstaan. En dat gaat over de voorstelling gaat door. Lange, lange, lange tijd geleden. Ik denk toch wel inmiddels, ik kan spreken over maanden. Geleden hebben wij deze quest gedeeltelijk gestart. Het was een quest waar ik een beginnetje aan had gemaakt. Tot ik erachter kwam van, oh, dat is van die missies. Dat doe ik later wel, weet je wel. Dus een quest die heet de voorstelling gaat door. We hebben verschillende acteuren destijds gesproken. En nu staat er ook bij, vind de acteur en praat met hem. Het gaat dus over een theatervoorstelling en... deze missie heet de kansen gelijk trekken. En het leuke aan dit soort missies is, wat ik al zei, het is dus voor de season pass holders. Is het vanaf 2018, om de maand kwam er een nieuwe missie uit, geloof ik. En elke missie heeft dus uiteindelijk zijn eigen trophy. En dat is de reden dat we dit ook gaan doen in de afleveringen. Volgens mij zijn het sowieso wel interessante missies. Leuke rewards, leuke verhalen. En echt de maximale afronding van deze serie op mijn YouTube kanaal. Zojuist de platinum binnengesleept in de 133ste aflevering. En nou, om de trophy list ook op 100% te krijgen, zijn dit de laatste stapjes. Ik hoop dat het interessant gaat worden. Ik zal even een snelle opslag maken voordat het allemaal fout gaat. Je weet het nooit in dit spel. En dan gaan we zien hoe dit gaat verlopen. This is terrible. I'm really going to need a Leonidas to get out of this mess. Are you playing Vianikis for Thespis? I was, but now I can't. I lost all I had gambling with the commander. Now he says I'm his slave until I pay off the debt. I'll be working for him for years. All right. Let's settle this debt. Oh, thank you. The commander is right over there. You want to play another game? So glad you brought company. No, I need my friend back. He's due to act in a play. I think it's time you let him leave. What's the play?
Leonidas and his 300 Spartans. This man plays the Enikis, Leonidas's lieutenant. Ah, a good military play. We need more of those on the stage. Of course, it would be best if they cast real soldiers instead of namby-pamby actors. I'm not! Oh, never mind. So here is how it is, Mistios. This Malakas owes me a debt that he's paying off with service. Do you intend to take his place? What? Ja, ik zal met werken zijn schuld afbetalen. Je mag zijn plaats innemen in het toneelstuk. Ik betaal je helemaal niks. How about you apologize for taking advantage of this man and wasting my time? You dare speak to your better like this? No one will miss such an impudent tongue. We gaan ook gewoon vechten. Oh, kut. Met wie is er allemaal ruzie? Met hem ook nog? Wat een gigantische fit die in die acteurs zijn daar gewoon te chillen, maar het volk neemt het op, zie je? Ik weet niet wat ik allemaal voltooide, maar ik wilde gewoon eventjes... Oh, oh, oh. What the fuck is going on, man? Eventjes een acteur helpen en ik heb een compleet slagveld aangericht. Sorry guys, Jezus hé. You killed him? If you're playing the Enikis, you should be used to bloodshed. You're a Spartan and the right-hand man of a king. But that's a play and this is... Reality. The Enikis didn't have that luxury. If you want to play a soldier, learn to be one. You're right. I can't be intimidated by a little bloodshed. I'll do the story of Leonidas proud. Good. Now get back to Thespis and be ready to put on a play. Jongens, a little bloodshed. A little bloodshed. Iedereen is gestorven, inclusief talloze onschuldige burgers. Het is al zo erg dat ik gewoon mijn premie ga afbetalen, anders blijven de huurlingen achter me aankomen. Maar dat was inderdaad best intens. Kijk, de voorstelling gaat door, is onderverdeeld in nog twee andere missies. Dat is nog een acteur en die moeten we zien te redden, want uiteindelijk die hele play liep in de soep omdat al die acteuren hadden problemen en shit. Het waren allemaal van die sukkels die zichzelf niet konden redden. Iedereen had wel wat. En daardoor kon die hele voorstelling niet doorgaan. En Alexios werd daarom opgetrommeld om de acteurs terug te halen. Dat is een beetje het verhaal achter de quest. A little bloodshed, tering. Een halve massamoord daar. Ella,
Dit is, lijkt echt op Origins. What the fuck? Dat stukje water zo, dat wanneer je uit een stad komt in Origins. Ik weet niet meer welke dat was. Het was langs de Nijl. Ja, heel apart. Soms lijken er dan toch bepaalde assets gebruikt ofzo. Assets die wellicht al af waren. Dat is een mooi gedeelte dit, man. Ik hou van deze stijl met gewoon dat water, zonnetje. Zo zonder dat Kefalonia echt helemaal naar de klote is dankzij die plaag. En dankzij mij. Ik heb dat gezin, dat besmette gezin heb ik gewoon laten leven. Never knew. Ga weg, Phobos. We worden in de fik gezet dan. Going on allemaal. Zijn het een soort, hoe moeten we ze noemen? Kannibaal of zo. Kom maar. Ja, die bla, die bla, die bla. Oké, de rest kan ik nog stel doen. Maar het is best een groot gebied, Dal. Kononi. We hebben twee schatten. En een oud tablet. En gevangenen verder. Ik denk dat hier dan ook nog een schat is. Ja, zie je. Ga jij maar eerst naar je vrijheid. Spreek ik je later. Don't thank them yet. Let's get out of here. Oh joh, hier is die kleinleider al. Top, kunnen we dat pakken? Alleen de twee schatkisten nog.
Toch? Oh nee, ook nog een gevaar. Huh, ik heb toch net dat deurtje al... Oh, misschien moet ik die guy nog extra bevrijden. Ik heb alleen het deurtje opengezet. Oké. Ja, ik wilde gewoon even het gebied afronden, boeien. Is helemaal daar. Ja, zie je, die gevangene zit nog gewoon vastgebonden of zo. Dat is de reden waarom het niet telde. Nou, is die ook weer happy? Het gebied afgerond meteen. I don't think I could have survived much longer. Why were those Malakas keeping you prisoner? They were raving, convinced I'm the villains at play. They wanted me to lead them into a dark ceremony and tortured me to recite their spells. Nothing was enough. You're safe now. I am, but the witch has plans to harm the citizens of Elise. She says they wronged her, so she poisoned a shipment of supplies for the city. I'll have to destroy those supplies before they get there. But now that she knows you're here, she'll leave her hiding place and flee into the wilderness. No one will be safe if she escapes. I can't let the people of Elise be poisoned. I'll destroy the supplies. Een of andere heks heeft de voorraden vergiftigd. Hoe kan een toneelstuk uit de hand lopen? Elke acteur zit gevangen, wordt zo goed als gemarteld en dan is er opeens een heks die voorraden vergiftigt. Welkom in The Witcher 3 of zo? Wow, check dit. Opeens een standbeeld. Is dit een soort Easter egg? Dit verwacht je toch niet? Gewoon in de wildernis. Super vet standbeeld ook. Top. Praat met de acteur. En dan hebben we, als het goed is, nog één laatste acteur die we moeten redden voor deze missies. Missiereeks eerder. I destroyed the poison supplies before they could reach Elise. That's good, but the witch is still out there. Nobody is really safe. I'm not safe. You think Xerxes was ever safe? Leonidas and his Spartans wanted him dead. His own mother will betray him, given the chance. Xerxes asking for safety. You're right, the king of Persia would never grovel. He'd crush his enemies before they could execute their plans. I'm glad you see it that way. You should get back to Thespis. I will. And thank you. Xerxes will rule at last! Happy to have helped, Your Majesty. De vloek van Roem. Ja, we hebben 2 vaardigheidspunten, maar zijn die echt nodig? Nee, we kunnen wat dingen sterker maken, maar boeien. Whatever. Laten we eventjes kijken waar de volgende ons heen brengt. En dan halen we als het goed is een trophy. Ja, de laatste, de voorstelling gaat door, want dan kan de voorstelling ook echt doorgaan daadwerkelijk, snap je? En dat is waar. Hier, dat is het... toch wel een beetje hetzelfde natuurgebied. We hebben het niet echt zin om daar naartoe te gaan. Nee, dan kunnen we net zo goed gewoon te paard daarheen gaan. Dus, let's get it.
Hier, nog zo'n standbeeld. Die is wel iets dichter bij de stad. Iets normalere locatie dan zo willekeurig in dat bos daar. Vind hem en praat met hem. Is hij nou ook al vastgezet of niet? Nee, bij hem valt het mee. Hello, have you come to learn about the mysteries of Hidani? Sure, I'd like to know. Let's start with, what's Hidani? Hidani is the goddess of bliss, and since we all seek bliss, we are all Hidani. I'm not seeking bliss. I'm seeking an actor. We have no actors here, only teachers and students. Look, his name is Tros. He's an actor working for Thespis. I recall hearing that an actor joined us, but now his name is Hidani, like mine. Everyone here is Hidani. Just give me a straight answer. Yeah, what the fuck, hey, do normal. I'm sorry. I'm the only one permitted to speak with outsiders. But if you pass our initiation, others will speak with you too. Fine. Initiate me, Hidani. What do I have to do? Wonderful. You must complete two tasks to demonstrate your devotion. First, climb to the top of the waterfall of eternal joy and dive into froth of fantasy. Right. And then what? Then, explore the cave of deepest self-knowledge and return with the treasure you'll find inside. Waterfall dive, cave treasure. Got it. What the fuck? So cool though, dit is wel echt nice vormgegeven, maar er is een Einigmata Ostrake, die lag daar. Er is daar een schat, die hebben we ook. Er is ook nog een oud tablet. Cave entrance, oké. Okay. Ja, die vinden we daar dan, denk ik. Wat is dit nou voor raar iets, joh. Ik wil gewoon een acteur vinden en ik moet opeens me helemaal toewijden. Iedereen hier is Hidani. Hij zit gewoon hier, dat is het ergste, hè. Kijk hem. Fuck aan neef. Ik wil gewoon met je praten, gast. This is the waterfall. Now to pick a good spot and jump. Nou, we hebben wel hogere hoogtes overwonnen, right? Dit is niks voor Alexiosi. Hoppakeetje, gaan we. Zou toch wat zijn als je het moet doen en je dan gewoon zomaar haar gelooft? En ze je gewoon in een of andere valstrik gooit ofzo. Allemaal spiezen onder water. Zou wat zijn. The cave must be around here somewhere. Okay, Icarus kan niet door de grond kijken, dus ik hoop dat dit nog steeds tot de locatiedoelen behoort. Voor één Einigmata Ostrake en een overgebleven schat. Ah, that must be the cave with the treasure inside. Thank you.
Hier is inderdaad de schat. That's what I'm looking for. Mystieke veer. Ik denk eigenlijk dat deze missies, de verloren verhalen van Griekenland, dat ze je uiteindelijk brengen naar gewoon hele mooie locaties van Griekenland. Interessante karakters die je misschien al... Wow, dit is een glitch. Zie je dat? Op afstand zie je het niet, maar van dichtbij wel. Interessante locaties, interessante karakters die je misschien al een keer ontmoet hebt. Oké, locatie afgerond. Wel een nieuwe missie verkregen, zeg maar, door hier de beren te killen. Ik had gewoon letterlijk achter me omhoog kunnen klimmen. Zien jullie dat? Oh, 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 oh. I jumped from the waterfall and found the treasure. Now will you initiate me? You have initiated yourself. Welcome to the mysteries of Hidony. Hidony, go talk with your brothers and sisters. They'll be happy to meet you. I'll go speak with them now. Kijk nou, praat met de hedonisten om de acteur eruit te pikken. Kijk ze allemaal staan met hun blote piemeltjes in dat watertje. Ik zou hier ook wel willen staan. Kijk hoe mooi dit is. Dit ziet er gewoon chill uit. Ik wil nu in dit water staan. Zullen we op basis van uiterlijk kunnen bepalen wie de acteur is? Op basis van uiterlijk maakt die rechter guy maakt kans. En deze guy maakt kans. Of zo. Hello, are you Tros, the actor? You must be new. There are no actors here. Our only role is to be Hidony. To inhabit her grace and tranquility. You sound like you know something about the theater. I wouldn't say I know much about it. I might have studied a little Aristophanes, a little Euripides. Medea was robbed, you know. Is hij fucking Scuff? I'm going to speak with some more hedonists. That's a good name. Ik mag zelf gewoon kiezen. Oké, dus dan moet ik gewoon de meest weird flex moeten kiezen. Are you Tros? I'm looking for an actor named Tros. What? I had nearly reached the third level of Hidony's godly bliss when you interrupted me. Now I have to start all over again. You get on with that. It's probably best you stay away from acting. Thierry, are you Tros, the actor? No, I'm not him. Good. Otherwise, Thespis is terrible at choosing actors. Hello. I'm looking for the actor, Tros. Is that you? Oh, an actor. I'd love to be an actor. But my friends told me I'd need to practice my stage presence first. That's wise advice. Good luck with that. Hello. I'm looking for Tros, the actor. Well, none of us use our old names here, but acting, I know about that. Make the audience laugh when they want to laugh, and cry when they want to cry. And how would you make an audience laugh? Well, I'd probably slip and fall on a piece of goat's bladder. Works every time. I see. And to make them cry? I tell them about how much I miss my poor dead goat. And if that didn't work, I'd cut an onion at the same time. Old theater trick, you know. Even if you aren't Tros, I'm sure you could pull off this part.
I come act in Thespis's play. I'm flattered, but what am I supposed to tell my friends? We're supposed to honor the goddess Hedone together. Look, your friends here already understand Hedone's teachings. But if you were on stage expressing them, then hundreds more people could hear your message. You talk a good game. Sure, I'll do it to get the message out. Let everyone hear what Hedone can do for them. Good. Thespis is waiting for you at Pelops Market in Elix. Oh my god, ik ben zo benieuwd naar de uiteindelijke play. Het uiteindelijke theaterstuk. Dit wordt echt een generale repetitie. Ja, dit moeten we nu gaan bijwonen met deze gekkies. Deze gekkies in het achterhoofd. Of ik heb echt een chill theaterstuk gefixt, of ik heb het helemaal verneukt. Tempel van Hades. Tempel van... Oei. Later. De Tempel van Hades, joh. Ik heb dat nooit gezien. Is me nooit opgevallen. Maar goed, we zijn terug in Elis, jongens. En voor de generale repetitie moeten we naar deze grote openluchttheater area. Waar de mensen al klaar zitten. En het ziet er stijlvol uit. Zo aan de kust, zie je? Zee op de achtergrond is toch mooi. Oké, hij is daar. Lang niet gesproken met hem, maar jongens, de generale repetitie. Alexios, my muse, my helper, the one who saves my posterior. I require your assistance one last time. You've got all your actors, Thespis. Your audience is sated. So, what's the problem now? Leonidas himself is the problem. Picture it. I was rehearsing a monologue, brandishing my shield, encouraging my soldiers. Come back with your shield! Or under it! I believe that's with your shield or on it. No, no, I'm sure it's under it. But just as I gestured with my shield, I slammed it into my toe. And now I can barely stand, let alone act. It's a shame you have to cancel the play after so much work, Thespis. We are not canceling the play. We'd have to give back people's drachmi. The show must go on. My Leonidas is right in front of me. What? Me? I'm no actor. And I'm no general, but on stage I am. Think of it. You could bring the great man's memory back to life. He could live again through you. It's my destiny. I'll play Leonidas. Excellent. So, let's do a quick run-through of your lines. You already heard the first part. Come back with your shield, or under it! On it! The next part is directed at Xerxes. The Persians come to make slaves of us all. I have a better idea. I say we drench the gods in wine! I'm pretty sure Leonidas said, drench the gods with their blood. I know what I wrote. Finally, when you confront the traitor. Today was a day the Persians will never forget. Tomorrow is a day the kings will remember. Tomorrow is a day the world will remember. Leonidas battled for all of Hellas and its freedom, not just Sparta. I'm sure you'll get it right. If you like, go rehearse with the rest of the cast. But if you feel ready, to the stage with you. I'm ready. Let's start the play. Gewoon in het diepe duiken. Gewoon in het diepe duiken. Het schild is erop. Drench in blood en niet in wine. En dan the world en niet Sparta. Welcome to our play. The heroic tale of King Leonidas and his 300 Spartans. Behold your Leonidas. Thank you for being here. Remember that Leonidas was not only a king of Sparta, but the savior of all Greeks. I am the Enikes, lieutenant of the great Leonidas. I will serve him until Hades himself comes to claim him.
My commander, my king, we are outnumbered and outmaneuvered. What can I do to help? What does this Spartan general have to say to his right-hand man? Come back with your shield, or on it! What the fuck? Woohoo! Woohoo! Yeah! I am Xerxes, king of the Persians! Your puny gods mean nothing to me! Kneel before my mortal self! You Spartan cur! I will grind you and your people under my sandal! How will Leonidas reply to his mortal enemy, Xerxes? The Persians come to make slaves of us all. I have a better idea. I say we drench the gods with their blood! Waarom stoppen ze het publiek en als ze het publiek geen geluid geven? Silent traitor, that's me. I'll bring doom to the Spartan army by revealing a secret god path to the Persians. The Spartans won't stand a chance. I've defeated your plans, Leonidas. I finally got your goat. Ha! The traitor dares talk back to his king. What will Leonidas say to that? Today was a day the Persians will never forget. Tomorrow is a day the world will remember. Great job, my friend. Enjoy the crowd's reaction, because I don't think Thespis will be happy you went off script. I think I can take care of him. Ja, hij stelt Alexios aan als acteur, dan pakt hij ook het Leonidas-script. Want, hallo, we dragen de speer van Leonidas. Wij zijn Alexios, man. Al heeft die gast, die Thespis, helemaal niks mee te maken. Zo stom dat ze dit er helemaal in stoppen en dat ze het publiek geen enkel geluid geven. I can't believe it. You ruined my perfect script. Didn't you hear the crowd? They wanted to hear the real story of Leonidas. I should know. He was my grandfather. You never stop performing. I love that. You almost had me convinced, you joker. Here, you're part of the take. Thanks. Maybe I'm more of an actor than I thought. De voorstelling gaat door en bij deze sluit ik deze aflevering af. Dit is dus de eerste echte missie van de verloren verhalen van Griekenland. En dit is hoe we het in aankomende afleveringen gaan afronden. Dit zijn een soort grote missies met interessante karakters en interessante locaties. En ze behoren tot de Season Pass. Ik ga jullie bedanken voor het kijken, het liken en maar natuurlijk tot de volgende aflevering waarin we de volgende missie behandelen. Later! Υπότα όρη και τον αλίκλη στον πόδο τόσο νόν αρακολούθη αρεστητών η τόρο η δεύρα.